De student Audrey Jonatas is gisteren met een 8 afgestudeerd van de masteropleiding Banking and Finance van het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit. Haar afstudeerthesis gaat over financiering van het depositogarantiesysteem in Suriname. Dit fonds biedt een bepaalde bescherming aan de rekeninghouders dat hun tegoeden veilig zijn als een bank failliet gaat. Alle Europese landen zijn reeds bekend met deze regeling. Suriname is echter nog niet bekend met het depositogarantiesysteem. Volgens Jonatas is zo'n depositogarantie onontbeerlijk in Suriname en moet zowel de overheid als particulieren er naartoe werken om het op te zetten zodat de goede van rekeninghouders gegarandeerd zijn. Indien de overheid, zoals ik in mijn thesis heb aangehaald, indien de overheid het initieel kapitaal verstrekt, kunnen sowieso de kosten voor de kredietinstellingen gelimiteerd worden, omdat ze de kosten voor de oprichting van het fonds zodoende wordt opgevangen. Waarvoor er wel zorg gedragen moet worden, is dat de bijdragen niet al te hoog zijn. Toch? Want dat kan natuurlijk heel negatief gaan werken voor de banken. Het opzetten van een depositogarantiesysteem moet geregeld worden in de wet op het financieel toezicht. Naar de mening van Jonatas moet de overheid in Suriname in dit kader op korte termijn acties ondernemen. Het systeem is altijd dringend. Waarom zeg ik dat? Deposanten moeten beschermd worden. Ze moeten beschermd worden, dus het is altijd dringend. Als er nou problemen zijn in de financiële sector of niet, het moet er zijn. Dus dat is het antwoord op je vraag. Tot zover Audrey Jonatas, gisteren tijdens de presentatie van haar afstudeerthesis Financiering van het depositogarantiesysteem in Suriname. Zij is met een 8 afgestudeerd.